Opdat wij niet zullen vergeten, ziet u hier achter mij het prachtige beeld van Kees Verkade. Wat uitbeeldt verdriet, verzet, verlies en vrijheid. Een miniatuur van dit beeld wordt straks uitgereikt door burgemeester Peter Snijders aan leerlingen van CBS De Bloemhof uit Harderberg. Welkom, mevrouw. Waar bent u van? Wij zijn van de Bloemenhof, hier uit Harderberg. Oké, wat gaan jullie hier vandaag doen? Wij hebben een project op school dat gaat over geschiedenis. En wij zijn zelf bezig met 200 jaar Koninkrijk. En wij hebben politieke partijen opgericht. En we gaan nu de gemeenteraad in. En mag ik eens aan een van de leerlingen vragen of zij ook weten wat dat beeld betekent? Prima, natuurlijk. Ja hoor. Oké, wie wil mij eens vertellen wat dat beeld inhoudt? Ja, kom maar naar me toe. Vertel eens. Die zit, dat is verlies. Ja. Die zo groot maakt, zo. Ja. Dat is vrijheid. Ja. Die daar rechts staat, dat is verzet volgens mij. Ja, en die andere is verdriet. Oké. Reuze bedankt. Veel plezier zometeen binnen in het gemeentehuis. Ja, bedankt. Oké, veel plezier. Dankjewel. Bedankt. Welkom in de raadzaal van de gemeente Harderberg. Ook welkom bij de twee meesters hier aanwezig. Voor mij de twee en juffen. Of hebben we nog meer? Ja, we hebben twee juffen en twee meesters. En een geweldig, heel fijn. Prima. Vader, welkom bij hier. Ja, nou, vind ik leuk. En ik wil jullie graag nog iets meegeven. Dus we konden mooi een paar dingen combineren. Eigenlijk dat ga ik doen. Vandaag is wel nodig dat ik even uitpak wat er in deze doos zit. Hebben jullie enig idee wat hierin zou kunnen zitten? Nee, hè? Nee, er zit een ambtsketen in. Die hoort bij een burgemeester. Ik zal hem eens even uitpakken. Ik zal hem eens even uitpakken. Zo. Ja, want zo herken je eigenlijk pas een burgemeester, of niet? Ketting. Aan een ambtsketen noemen wij dat. Dat heeft geen ketting, want die zit om je fiets, zeg ik altijd. Maar een ambtsketen, elke burgemeester in Nederland heeft een ambtsketen. En Harderberg heeft een hele mooie, ook. En zo ben je ook, en dat is ook zo bedoeld, ooit. Ja. Want ik ben vanmiddag begonnen met het wegbrengen van de beelden van de oorlog. En dat is dit beeld, vrijheid, verlies, verdriet. En verzet van onze kunstenaar Kees Verkade. Kennen jullie het beeld van hier staan? Ja. Ja, hè? Want daar staat het nog meer. Ja, het staat hier achter u, hè? We kunnen het zien zelfs. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat is heel mooi. Het stond op de rotonde. En misschien zijn jullie wel al eerder geweest bij de 4 mei herdenking, die we jaarlijks houden op de rotonde. Een zeer indrukwekkende bijeenkomst. En ik was van plan om dit beeld bij jullie langs te brengen. In de groepen, maar nu we de groepen achter hier gecombineerd hebben zitten, denk ik van nou, dat kunnen we mooi in één keer doen. En naast het beeld, wat ik ga overhandigen zo aan jullie, krijgen jullie ook allemaal een mooi boek mee, dat is net nieuw. Het is een prachtig boekwerkje, wat gemaakt is, dat gaat over de herdenken van de oorlog, zoals die ook hier in de gemeente Harderberg heeft plaatsgevonden. En dat beeld, wat gemaakt is door Kees Verkade, verwoordt dat eigenlijk. En nou hou ik daar altijd een heel verhaal bij, maar ik denk dat we toch enigszins beperkt zijn in de tijd, maar dat geeft niet. Jullie krijgen allemaal zo'n boek mee, daarin staat ook precies hoe het beeld tot stand is gekomen. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, wat er allemaal gebeurd is, ook hier bij ons in de gemeente Harderberg. Nou, in dit beeld, wat ik straks aan jullie meegeef, dat mag een jaar lang op de Bloemhof blijven staan. Jullie mogen het eigenlijk voor een jaar lang adopteren. En ik hoop dat als het beeld daar staat, dat jullie het daar ook eens over hebben. Dat de oorlog iets is wat heel fout is, wat heel slecht is. En dat wij in Nederland in een vrij land leven, maar dat het niet overal maar vanzelfsprekend is. Kijk even naar de tijd. Voor jullie is allemaal zo'n prachtig boekwerkje beschikbaar. Een paar van de dingen die ik net verteld heb, zul je hier weer terugvinden.
Maar er staat nog veel meer in van wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog hier in Hardenberg. En de betekenis ook van het beeld dat gemaakt is door Kees Kaan. Symbolisch, dat vind ik wel heel mooi, want er is ook pers bij en zo. En dat doen we altijd even officieel. Nice. En dan ga ik even kijken hoor. Ik ga het heel zacht doen. Lieke, dan ga ik het beeld aan Lieke overhandigen. En ik hoop dat ze het kan tillen, want die is echt heel zacht. Ja. Ja. Nou, dan gaan we even kijken. Staan we zo goed voor de camera? Dan geef ik weer gedeeld aan jou, Lieke. Dat je vrijdag jarig bent geweest. En er wordt ook een boekje bij. En daarmee is het beeld officieel overhandigd aan de Bloemenhof. En dan kunnen we het